Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. En deze keer hebben we de video opgenomen in mijn praktijk in Dodewaard. Deze is gelegen in het pand van Peke Runnings Shop, wat ook in Dodewaard zit natuurlijk. We zien heel veel hardlopers en een van de meest voorkomende hardloopblessures is toch wel de kuitblessure. En dan hebben we het niet zozeer over de acute blessures, dat het er echt inschiet, maar meer de chronische blessure. Dat mensen zo voor maanden lopen met dezelfde klachten en dat het steeds erger en erger en erger wordt. Laten we beginnen met een stukje anatomie. Goed, een stukje anatomie. We zien hier het linkerbeen van een persoon. En belangrijk is om te weten is dat de kuitspier die bestaat eigenlijk uit drie delen of uit drie spieren. En dan de eerste spier, dat is je soleus. Dat noemen ze ook wel de diepliggende kuitspier. Die zie je hier. Zo. En wat je dan ziet is, hij hecht hier vast op je onderbeen. Aan de bovenkant op het kopje van je kuitbeen eigenlijk. En dan loopt hij helemaal naar beneden. En hecht hieronder vast aan je hak. Nou, welke functie heeft die spier? De spier heeft de volgende functie. Hij zorgt ervoor dat je zeg maar op je tenen kan staan. Dus hij duwt je voet of hij trekt de spier die trekt zeg maar naar boven. Dus je voet die gaat naar beneden. Nou, ik zei, we hebben drie verschillende spieren. Als we dan kijken naar die andere spier, die zit meer aan de achterkant. Dat zijn deze twee. En vaak wordt die als één spier gezien, maar technisch gezien zie je, het zijn er eigenlijk twee. Nou, het verschil met de soleus is dat die hoger aanhecht. Hij hecht op het bovenbeen aan. En wat maakt dat voor verschil qua functie? Nou, hij maakt ook deze beweging. Hij buigt de knie, dus hij doet zeg maar je hak naar je bil. Naast die functie heeft hij natuurlijk ook nog gewoon de functie die de soleus heeft. Dat is om de tenen nou of je hele voet zeg maar naar beneden te strekken. Een beweging die je bijvoorbeeld doet bij op je tenen staan. Goed, tot zover een stukje anatomie. Nou, ik zei het al in de intro, we gaan het niet hebben over de acute kuitklachten, maar meer over de chronische kuitklachten. En de chronische kuitklachten heb je eigenlijk altijd te maken met een overbelasting. Nou, dan vraag je misschien af, een overbelasting, wat is dan eigenlijk kapot aan mijn kuit of wat is er mis met mijn kuit? Nou, er zijn allerlei verschillende dingen die dit kunnen zijn, maar wij zien in de praktijk best wel vaak dat we te maken hebben met spierknopen. Het kunnen ook hele andere dingen zijn, dus je kan er niet van uitgaan als je last hebt van je kuit dat het ook een spierknoop is. Maar we zien vaak dat we te maken hebben met spierknopen en dan vooral aan de binnenkant van de kuit. En dan gaat het voornamelijk om deze spier. Hier zit dan vaak spierknoop in. Of als het in de onderliggende kuitspier is, of die diepliggende, dan zit die voornamelijk wat lager. Je kan het ook even bij jezelf testen. Als je zeg maar je kuit vastpakt, gewoon zo tussen twee vingers. En even kijken of ik dat kan laten zien. Je pakt hem zeg maar tussen dit punt en aan de voorkant. En dan moet je er maar eens even in knijpen. En als het goed is, voel je dan een bobbeltje wat echt behoorlijk pijnlijk is. Je kan het ook hier proberen. Dan is het vaak handig als je hier een vinger plaatst. En hier een vinger plaatst. Of iets hoger hier. Hier. Je moet even zoeken soms even naar het bobbeltje of naar het verharde stukje. En dan moet je maar eens even knijpen. En dan denk je misschien van ja, hè, ik ben het knijpen, het doet pijn. Maar dan moet je eens maar eens even ter vergelijking eens even in je bovenarm knijpen. Met dezelfde intensiteit en kijken hoeveel pijn dat doet. En wat dan helemaal mooi is, is als je tijdens het knijpen dezelfde pijn of stijfheid voelt, vaak gaat het dan om pijn, die je voelt tijdens het lopen. Dan weet je bijna zeker dat het ook echt de spierknoop is die pijn doet. Nou, voordat je denkt van mooi, ik weet nu wat de oorzaak van mijn klacht is, ik weet wat de pijn veroorzaakt. Hup, even draainiedelen, even masseren, spierknoopje weg, pijn is weg. Dan moet ik je helaas teleurstellen, want in principe is die spierknoop niet echt de oorzaak van jouw klacht. Als je gaat kijken, in principe is de overbelasting de oorzaak van jouw klacht en dat veroorzaakt de spierknoop en daarom heb je pijn. Dus eigenlijk is die spierknoop secundair. Dus wil je echt af van je chronische kuitklacht, dan moet je dus die overbelasting aanpakken en niet zozeer die spierknoop. Misschien ook wel die spierknoop, maar als eerste natuurlijk die overbelasting. Nou, hoe pak je een overbelasting nou aan? Nou, dat is het eerste wat de meeste mensen denken van, je moet minder gaan belasten. Dus in dit geval, je gaat minder lopen.
Nou, gelukkig ken ik maar heel weinig hardlopers, of gelukkig, jammer genoeg ken ik maar heel weinig hardlopers die echt minder willen gaan lopen. Dus je kan als eerste minder gaan belasten. Maar als tweede kan je ook je kuit meer belastbaar maken. Dus je gaat hem sterker maken, waardoor hij meer aan kan. En als je natuurlijk echt slim bent, dan doe je niet één van beide opties, maar dan combineer je ze. Dus dan heb je natuurlijk nog extra snel resultaat. Goed, je kan dus je kuit minder gaan belasten, door bijvoorbeeld minder te gaan lopen. Maar wat je ook kan doen, is om je looptechniek dusdanig aan te passen dat het lopen gewoon een minder grote belasting is. Dus stel je loopt 5 kilometer en de belasting op je kuit is een 9 op schaal van 0 tot en met 10, dus vrij hoog. Stel je loopt, je gaat je looptechniek aanpassen, dan kan die belasting opeens in plaats van een 9 een 7 worden. En zo kan je dus dezelfde afstand blijven lopen, maar veel minder last krijgen van je kuit. Dat combineer je dan met bijvoorbeeld krachttraining voor je kuit. En dan kan je weer langzaam gaan opbouwen en dat verzekert dat je in de toekomst weer niet kuitklachten krijgt. Goed, dan gaan we nou verder met hetgeen waar jullie waarschijnlijk voor zijn gekomen. Dat is een stukje looptechniek, dus hoe je je looptechniek kan aanpassen. En met als gevolg dat je je kuit minder belast tijdens het lopen. Nou, ik heb hier een loper gevraagd om wat aan te passen aan zijn loopstijl. Waardoor hij zijn kuit veel meer aan het belasten is. Even kijken of je het ziet. Goed. Wat je als goed is kan zien, is dat deze loper opzettelijk veel naar boven en naar beneden ging. En dat noemen ze met een mooi woord verticale oscillatie. Wat je natuurlijk eigenlijk wil met hardlopen, wat het doel is, is om naar voren te gaan. Je wilt natuurlijk zo min mogelijk van de grond afkomen, want dat is eigenlijk allemaal gewoon loze energie. En wat je ziet is dat het naar boven en naar beneden gaan, die kracht, die komt voornamelijk uit de kuit. Dus dat wil je tot het minimale beperken, om zo de kuit zeg maar wat te sparen tijdens het lopen. Nou, hoe weet je natuurlijk of je naar boven en naar beneden gaat? Nou, dat moet je natuurlijk meten, dat is moeilijk om te zien. Sommige horloges die hebben de functie om een verticale oscillatie te meten. Nou, tijdens de runnerscreening gebruiken we deze software. Dan kunnen we eens kijken in de mate waarin je naar boven en naar beneden gaat. Ik zal het even laten zien. Nou, als je dus, hij gaat tellen, gaat naar boven, dan legt hij een kleine ongeveer 12 centimeter af en dan gaat hij naar beneden. Dan zit hij op bijna 25. Dus dat wil zeggen, als hij aan het lopen is, dan gaat hij telkens 12,5 centimeter naar boven en 12,5 centimeter naar beneden. En als richtlijn wil je zo ongeveer onder de 10 centimeter zitten en het liefst een beetje rond de 6 à 8 centimeter verticale oscillatie. Dus 6 centimeter naar boven, 6 centimeter naar beneden. Nou, heb jij kuitklachten en denk je nou van, hey, ik heb last van mijn kuit en ik heb het gevoel dat ik best wel aan het springen ben. Dus dat je heel erg veel naar boven en naar beneden gaat. Nou, dan kan je het volgende doen. Vraag eens even aan een loopmaatje of aan iemand anders van, hey, wil je eens even naar mij kijken? En vind je ook dat ik zoveel naar boven en naar beneden ga? En dan kan je eens even proberen om dat wat lager te houden. Nou, dat is vrij moeilijk. Dus wat je kan proberen is je eigen voor te stellen dat je onder een laag plafond loopt. En telkens als je naar boven gaat, dat je je hoofd stoot tegen het plafond. Dat is vaak een hele mooie cue of tip. Die helpt dat mensen lager blijven tijdens het lopen. Iets anders wat ook kan helpen is om je cadans te verhogen. Maar daar wil ik in een andere video meer over gaan vertellen hoe je dat precies kan gaan doen. Nou, dit is natuurlijk één voorbeeld hoe kuitklachten verholpen kunnen worden. Misschien heb je kuitklachten, maar ga je helemaal niet heel veel naar boven en naar beneden. Er zijn nog veel meer factoren die voor kuitklachten kunnen zorgen. Nou, ben je benieuwd hoe jouw kuitklachten verholpen kunnen worden? Maak dan een afspraak voor de runnerscreen. En dan gaan we gewoon eens even uitgebreid kijken hoe we jouw kuitklachten kunnen verhelpen.